Nou, dat is niet voor iedereen weggelegd. En mijn gast van vanmorgen weet erover mee te praten. Chris, hoe was dat toen je opgroeide? Nou, ik ben opgegroeid wel met gelovige ouders. En het was eigenlijk zo, toen ik 15 was, begon ik al mijn eigen weg te gaan. Je gaat een keer uit. Nou, op een gegeven moment begon ik bedrijfjes te beginnen. Ik kocht met 100 gulden 6 voetbalshirts, die verkocht ik. Ging allemaal hartstikke goed. Het andere bedrijfje was ik begonnen, weer een ander bedrijfje. Uiteindelijk eindigde ik boven een discotheek. Ik ging daar wonen met mijn voetbalvrienden. Ja, en toen ging ik toch echt wel mijn eigen weg, die dus wel volledig zonder God was, om maar zo te zeggen. En in mijn geval merkte ik dat, ondanks dat ik alles had wat mijn hartje begeerde, ondanks dat ik dat dacht, dat ik iets miste. En op een dag was ik op bezoek geweest bij Nederlands bekendste tv-miljardair voor televisieformats. En het moment dat ik zijn kantoor uitliep, toen dacht ik, als ik nou op een dag alles heb wat hij heeft, zou dat dan die leegte in mij vullen? Nou, en toen begon er een zoektocht. En waarom vroeg je dat toen je bij John de Mol vandaan kwam? Nou, toen ik daar vandaan kwam, toen. Kijk, hij was zo ongeveer God voor mij. Ik dacht, als ik in die wereld terechtkom, ik vind het geweldig wat hij doet, die tv-formats bedenken. Nee, dat was ergens mijn einddoel. En er knapte gewoon iets in mij. Toen dacht ik van, nou, dan ben ik daar geweest, ik heb hem ontmoet. Maar ja, er is iets wat nog steeds mist. En ja, daar is toen echt wel een zoektocht begonnen. Ja, hoe ging je zoeken dan? Want je wist het eigenlijk toch wel een beetje, omdat je gelovig opgegroeid was. Ja, dat is zo, maar dat was eigenlijk zo lang geleden. En toen weet ik dat ik nog een keer in de zomer ging naar Praag, een paar dagen. Toen dacht ik, dat was een heel raar gedacht. Ik dacht, stel dat vliegtuig valt neer, wat gebeurt er dan? Toen had ik ergens gezocht in een koffertje, vond ik een klein blauw bijbeltje die ik op de middelbare school gekregen had. Ik denk, die neem ik mee. Het vliegtuig werd geraakt door de bliksem, dus ik schrok me rot. Dus ik pak dat bijbeltje, ik denk, nou, wie zoek zal vinden, wie klopt zal open gedaan worden. Nou, veilig geland, ik gewoon lekker in Praag, lekker mijn ding doen. En nou, een paar van die kleine dingen gebeurden, totdat het 20 november 2004 was. Ik ging tot 5 uur 's nachts stappen en de volgende dag zat ik in de kerk. Er was een oude voetbalvriend, die had mij meegevraagd. Ik zeg, ja, is goed. Dus ik ging met hem mee. En ik zat daar, ik zag al die halleluja, happy, clappy mensen. En ik vond het allemaal een beetje vreemd. Maar ze hadden iets. Ze hadden iets wat ik niet had. Een stuk vrede, iets, een stuk blijdschap wat ik blijkbaar ergens naar zocht. En toen was er een liedje, Mijn Jezus, mijn Redder. En toen zei ik alleen maar in gedachten, ik deed mijn ogen dicht, doe het nu weer. Zei ik alleen maar, als het echt waar is dat u bestaat, wil ik het nu weten. Nou, ik werd direct aangeraakt. Ik weet gewoon, op dat moment wat ik dus zocht, een stukje leegte werd gevuld en ik wist gewoon, God bestaat. En op dat moment is mijn leven veranderd. Ja. Wat zeiden je vrienden? Ja, die dachten, wat is Weekend, het dit? feestbeest. Ja, absoluut. Dus ik kwam thuis ook van de dienst. Nou, mijn vrienden waren natuurlijk gewoon in het appartement, nog boven de discotheek. En dat was wel een shock. Dat Chris Keils ineens thuis kwam en zei, ja, God bestaat en Jezus is echt. En dat was wel even wennen. En terecht. En helemaal ook omdat ik het ze een beetje te vaak verteld heb, maar ik was er zo vol van. En toen is wel echt een heel nieuw leven gestart. Want ik heb ook al die bedrijfjes, ik heb alles aan de kant gezet. En toen, toen is echt een avontuur begonnen. Ja, die bracht je naar 30 landen. Je bent een soort reizende dominee, Nou, evangelist of zoiets. ja, ik heb zelf de titels, ik heb alles er maar afgelaten. En ik ben gewoon een enthousiasteling, laat ik het zo Ja, zeggen. nou ja, dat is duidelijk. Ja, en ik heb iets gevonden wat mij gelukkig maakt. En als ik dat aan andere mensen kan aanreiken, die ook zoekende zijn, die misschien ook levensvragen hebben, nou, dan ben ik beschikbaar. Dus in een hele relaxte zin. Dan ben je van Palestijnse afkomst. Dat vind ik heel boeiend, want je houdt van het Joodse volk. En Palestijnen en Joden, dat gaat niet altijd even lekker samen. Nee, dat klopt. Ja, ik heb mijn familie, die komt uit Bethlehem. En ook generaties, Bethlehem en Jeruzalem komen ze vandaan. Dus ik kwam daar al vanaf baby af aan. En dus het had altijd een plek in mijn hart. En er is natuurlijk veel gedoe, hè, met tussen Joden en Palestijnen. Maar ja, ook toen die aanraking van God kwam, ja, er gebeurde wat in mij. Dus ook een enorme liefde voor het Joodse volk. Dus ik heb zat Israëli's die ook gewoon tot mijn beste vrienden behoren. En dan denk ik van, hé, ze kunnen wel samen door één deur. En soms vroeg ik me wel eens af, ik heb 6 jaar in totaal in Israël gezeten. Toen dacht ik, ja, waar begin je aan? Het is zo'n complex issue. Maar als ik je bijvoorbeeld vraag van wil je een koekje? En zeg ja, en ik geef je een kruimeltje. Dan denk ik, ja, wat moet ik nou met een kruimeltje? Dat eet ik niet op. Maar toen bedacht ik me dat één koekje uit misschien wel 10.000 kruimeltjes bestaat. En als ik dan maar gewoon één zo'n kruimeltje ben, nou, dan vind ik het prima. Dan heb ik mijn steentje al kunnen bijdragen.
Ja. Wat is de oplossing voor het Joods-Palestijnse vraagstuk? Nou, wat ik in ieder geval heb gezien is dat en Joodse mensen en Palestijnse mensen die allebei Jezus leren kennen, ja, die worden instant best friends. Zeg. Die worden echt alsof ze gewoon één familie worden. In het grote plaatje is het te complex. Je hebt te veel verschillende groepen, te veel belangen, te veel dingen die echt waar ze elkaar in de haren kunnen vliegen. Ja. En, maar wat dat betreft heb ik veel Joden en Palestijnen gezien die Jezus hebben leren kennen. Ja, dat werden de beste vrienden. Ja, ik ken ze ook. Dat is leuk, heb je in Jeruzalem gewoond. Ja, daar gebeurde eigenlijk het grootste wonder van in de geschiedenis. Hè? Ja, wat gebeurde daar? Nou ja, Jezus is daar natuurlijk gekruisigd. En wat voor mij heel onbevattelijk was natuurlijk. Hè, iemand die sterft voor je zonde. En hè, een verhaal van een paar duizend jaar terug. Maar als je daar loopt en je bent op de Olijfberg en je komt op die plekken. Ja, het is zo bijzonder. Er was een meisje die vertelde mij een keer. Ze zegt, ik ben al jaren gelovig. En nou, bijbelstudies, ze gaan naar de kerk, allemaal prima. Ze zegt, maar toen kwam ik een keer in Israël. En het was alsof mijn bijbel van zwart-wit naar full color ging. Zo. Toen dacht ik, wauw, wat heb je dat mooi verwoord. Ja. En dat is dus ook zo. Ja, ja. Waar komt dat toomloze enthousiasme vandaan? Kijk, dat moment hè, dat ik werd aangeraakt door God, zo noem ik het dan maar steeds. Dat, ja, dat heeft me als het ware in de fik gezet. Hoe kan het zijn dat je na zoveel jaar toch nog zo enthousiast bent? Wat is dat dan? Wat is het geheim? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb vaak gehad dat mensen die al langer gelovig zijn, dat ze zeggen van, hey, wacht maar, ik spreek je over zoveel jaar. Ja. Dat vuurtje gaat vanzelf wel uit. En ik heb vanaf het begin gezegd, misschien is dat voor jou zo. Ik neem er geen genoegen mee. En ik leef wel heel bewust. Ik weet dat er bijvoorbeeld iedere dag 150.000 mensen wereldwijd heen gaan, om het maar zo te zeggen. Je leeft misschien 90 jaar en ik heb vandaag weer een dag gekregen. Daar wil ik het beste van maken en het beste van geven. Dus ik sta wel heel positief in die zin in het leven. Ja, over positief gesproken. Jouw vader die zei een tijdje geleden tegen je, joh Chris, je bent nou ruim 30. Wordt het niet tijd dat je eens aan een vrouw gaat denken? Ja. En toen zei hij, nou, eigenlijk tot die tijd eigenlijk niet. Maar toen zei hij, ja toch. Ja, dat klopt. En jij vertelt zelf maar. Ja, ik ben... Ik denk dat ik meer dan 12 jaar natuurlijk grotendeels heb rondgereisd. En in het begin is het geweldig, je bent in je eentje. Maar op een gegeven moment merk je toch van, hey, misschien is het wel fijn dat je het op een dag samen met iemand kan doen. En om je heen settelt iedereen al en ze krijgen kinderen en noem maar op. En dan ga je toch op een gegeven moment nadenken. En toen was ik teruggekomen van een zendingsreis uit Amerika en het was 2017 in november. En toen zei ik, echt, ik zei het tegen God zo hardop. Ik zeg, God, ik ben nu 35, nu wil ik het tegenkomen. Dus dan ging ik naar mijn vader toe. En hij zegt, Chris, van, wil je er echt tegenkomen? Ik zo, ja. Hij zegt, weet je wat, ik doe wel een gebedje, dan vraag ik het. Dus gewoon in de keuken. Hij zegt, nou, heer, wilt u de juiste vrouw op zijn pad sturen? Een week later belt hij mij. Hij zegt, Chris, ik heb de Hour of Power zitten kijken. En er zat een meid met eenzelfde soort achtergrond, wat Arabisch qua achtergrond. En ze is zo enthousiast over Jezus. Dit moet jij kijken. Maar het was niet eens zozeer van, hey, dit moet jouw vrouw worden of zo. Maar hij dacht gewoon, jullie hebben gewoon heel veel gemeen. Dus ik de Hour of Power kijken en ik dacht, ja, daar is een klik. Het is alsof ik een vrouwelijke versie van mezelf zie. En zelfs al zou zij gesetteld zijn met iemand, nou, dan had ik haar partner dolgraag willen ontmoeten. Ja. Nou, ik had een berichtje gestuurd, uiteindelijk hebben we afgesproken. Nou, en zoals Samira dus zelf zegt, we waren vanaf het begin instant best friends. En en toen is het op een gegeven moment zo gegroeid. Ja. Samira, kom er eens even bij, want ik heb jou een paar jaar geleden geïnterviewd in Hour of Power. Ik vind jou heel dapper, want je bent van een moslimachtergrond en nu christen, daar heb je over verteld. Wat trok jou aan in Christus, toen je voor het eerst zag, allereerste moment? Ja, het is heel cliché, maar het was echt zijn karakter. Ik zag echt dingen terug die ik van Jezus ken, want ik heb Jezus persoonlijk leren kennen en ik weet wie hij is. En ik zag dat terug in hem en ik dacht, wauw, ik had het nog nooit eerder gezien in een mens. Dus ja, dat was voor mij heel bijzonder. En jij keek in haar ogen, in die poppetjes en wat dacht je toen, Chris? Ach, ik dacht, nou ja, soms heb je een droombeeld. Ja. En van, hè, hoe ziet je prinses eruit en hoe zal ze zijn? Nou ja, ze overtreft alles. Ja. Absoluut. Dus het was op slag verliefd. Nou, we waren op slag best friends. Ja.
En op een gegeven moment groeide dat. Ja. Dus dat duurde wel een hele anderhalf maand voordat we wat kregen. En dat is echt... Maar het was net alsof we elkaar al jaren kenden, vanaf het eerste moment. Ja. Dus dat was heel bijzonder. Ja. Ja. Want Chris, hè, jij met je Palestijnse achtergrond, veel Palestijnen zijn moslim, je hebt ook christen-Palestijnen. Jij bent vanuit een moslimachtergrond christen geworden. Was dat ook iets waar jullie een bron van gesprek was tussen jullie? Nou kijk, we hebben natuurlijk wel een stukje dezelfde achtergrond, een stukje dat, hè, het Arabische, liefde voor hetzelfde eten. En in die zin, je zag wel dat we gewoon echt een klik hadden. Ook als ik bij hun thuis kwam, bij haar familie en andersom. Je herkent dat wel allemaal. De cultuur. Een beetje hetzelfde. Ja. De Oosterse cultuur. Ja. Noem eens even wat kwaliteiten op van Samira als je wilt. Ach, ze is gezellig, ze is lief, ze is prachtig. Ze kan geweldig koken. Ja. En dat is, kijk, mijn huis, ik noemde het eerder, ja, het was een soort hostel. Ik kwam daar en ik ging weer op reis. Maar soms dan komen de geuren uit de keuken en denk ik, wat ben je aan het maken? Zeg, maar dit zijn slechts de uien die in de pan gaan. Ja. Maar het is echt smullen geblazen hoor, iedere dag weer. De liefde van de man gaat door de maag, hè? Dat weet je. Ja, ja. Okay. Maar jullie liefde voor Jezus, dat staat boven alles. Gaan jullie dat ook samen uitdragen? Ja. Kijk, we hebben sowieso heel veel dromen in die zin, maar we hebben vanaf het moment dat we wat kregen, toen zijn we een God is Real Tour begonnen, waarbij we in Nederland, in Amerika echt ons getuigenis delen en dan worden we uitgenodigd, dan is er een dienst en dan doen we allebei de helft waarbij we ons levensverhaal vertellen om toch mensen die op zoek zijn naar iets meer, toch wat aan te reiken en een stukje van de liefde van de Heer te mogen laten zien. Ja. Samira, nou ben ik vergeten jou te vragen, de 5 grootste kwaliteiten van Chris. Oh, geduldig, zachtmoedig, veel compassie voor de medemens. Dat was eentje die ik zelf nooit echt heb gekend in mijn leven. Dus dat was voor mij iets heel nieuws en bijzonders wat ik zag. Wat ik dus ook alleen maar in Jezus had gezien. En de manier waarop hij met mensen omgaat, vind ik heel bijzonder. Want jij bent erg geïnspireerd door één mens, het kon ik het even zien. En zwerfster van God. Ik was net gelovig, echt gelovig geworden. En toen vertelden ze mij ook van, naast het feit dat God bestaat, kun je hem ook leren kennen. Hij kan tot je spreken. Nou, dat was voor mij allemaal één grote fabel. En toen kreeg ik dit boekje in handen. En toen zag ik een oma met koffers die de wereld rondreist en allemaal opdrachtjes krijgt van, ga daarheen, spreek die persoon aan. En toen zei ik tegen God, ik zeg, als dat echt waar is dat dat kan, dan wil ik ook dat mijn leven zo'n avontuur wordt. Nou, en toen heb ik dus al de bedrijfjes aan de kant gezet. En toch met de koffer jarenlang ben ik op pad gegaan. En ook hele mooie avonturen mee mogen maken. Ik vind het leuk, als ik haar zie, dan ontroert het me altijd. Zij is een verzetsheldin. Haar vader is omgekomen in een concentratiekamp omdat hij familie Joden verborg. Je hebt een liefde voor het Joodse volk. Haar zusje Betsy is omgekomen in Ravensbrück. En deze vrouw heeft tot haar dood toe, totdat ze een paar broeders kregen, niet meer kon. En ik heb het meegemaakt, gezien hoe zij mensen aansprak. Een van mijn helden. Goed dat we zo'n mooie voorbeelden hebben. Ja. Chris, jij wil zwerver van God worden, denk ik. Ja, ik heb het de laatste jaren al heel veel gedaan. Ja? En natuurlijk is het mooi om met z'n tweeën ook veel te mogen reizen en mooie dingen mee te mogen maken. Ja. En dat, wat ik tot nu toe al heb meegemaakt, is één groot spektakel. Ja, mooi. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Hebben jullie een droom waarvan je zegt, dat is waar we voor willen gaan? Ja, ik heb een hele lijst. En, we hebben veel dromen. Ja? We kunnen niet kiezen. Dat is een beetje ons okay. Ding. Ja. Laat ik dit zeggen. Ik kom een keer bij jullie eten. Iets meer dan uien natuurlijk. Ja, en ja, dan ja. Gaan we het erover hebben. Helemaal goed. Okay. Amen. Dit is ons Vaderdaggeschenk. Eens kijken, prachtig bord op hout. En daar staat deze tekst op. Wauw. Lees hem even voor, Chris. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Gods geliefde kind. Hey. Dat is wie ik ben. Nou, oké. Ik geef hem aan jou, want Chris is net als ik wat onhandig. Ja. Is ook echt, ja. Chris, ik geef even een box. Neem het met die hand met die ring. Oh, met deze. Daar ben ik wel een beetje trots op, hè. Die laat ik even zien. Absoluut. Door Out of Power gekomen. Hey, en Samira ook bedankt. Heel erg bedankt. Ja.